Het uitgeven van 1 euro aan belastinggeld kost veel meer dan die 1 euro. En dat is niet omdat we de Belastingdienst moeten betalen. En het is ook niet omdat wij hier met z'n allen een formuliertje in moeten vullen. Het is omdat belastingheffing de werking van de economie afremt. Wanneer moet de overheid zich met ons bemoeien en wanneer niet? De Universiteit van Nederland presenteert economen professor Dr. Barbara Baarsma. Waarom subsidieert de overheid schoolmelk? Die vraag hield mij als klein meisje in de schoolbanken al bezig. Daar heb ik een trauma opgelopen omdat ik daar vaak te warme en ook vaak te zure melk moest drinken. Ik moest dan het rietje, ik weet het misschien zelf ook nog wel, door zo'n vette laag prikken in de hoop dat je dan op een goed moment wel bij de melk uitkwam. Hoe dan ook, als ik die vraag nu als beleidseconoom beantwoord, kijk ik eerst of de markt voor schoolmelk faalt. Ik begin bovenaan. Is schoolmelk een publiek goed? Dus kan schoolmelk alleen door de overheid worden betaald omdat ouders niet bereid zijn om voor de melk van hun kinderen op school te betalen? Nee, daar is geen sprake van. Ouders kopen ook melk in de supermarkt, dus ze zullen ook wel melk op school willen betalen als ze dat belangrijk vinden. Geen publiek goed motief dus om subsidies te geven. Is er dan misschien een concurrentieprobleem? Nee, er zijn meer dan genoeg potentiële aanbieders van melk in het algemeen en schoolmelk in het bijzonder. Is er dan misschien een informatieprobleem? Hebben schoolmelkaanbieders te weinig prikkel om eerlijk te zijn over de kwaliteit? Ik denk het niet. Het reputatiemechanisme werkt hier volgens mij heel goed. Want een schoolmelkaanbieder wil niet in de krant hebben dat kindertjes op school ziek zijn geworden door vieze melk van de aanbieder. Bovendien zijn er allerlei voedselnormen voor gewone melk en is er voor schoolmelk dus niks extra's nodig. Dan de laatste. Gaat er van schoolmelk misschien een baat uit die groter is dan de prijs die mensen voor schoolmelk betalen, die de leerlingen voor schoolmelk betalen. En dus dat kinderen uit zichzelf te weinig schoolmelk drinken. Economen spreken dan van externe effecten. Er zijn mensen die beweren dat het drinken van schoolmelk heel gezond is en dat daar een baat van uitgaat die verder gaat dan de betreffende leerling zelf, omdat bijvoorbeeld de zorgkosten lager zullen zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de kinderen al meer dan genoeg dierlijke eiwitten tot zich nemen. En bovendien zeggen dat schoolmelk ook chocolademelk is en ook andere gezoete dranken. Dus dat het helemaal niet zo gezond is. Kortom, er is geen economisch argument waarom de overheid schoolmelk zou moeten subsidiëren. Toch doet de overheid dat. Tot 1977 betaalde de Nederlandse overheid dat zelf en sindsdien betaalt de Europese Unie dat. 55 miljoen euro per jaar. Waarom? Politici grijpen niet alleen in de markt in om een marktfalen te corrigeren, om een slecht werkende markt te corrigeren, maar ook omdat, en nu komen we in het tweede deel van het afwegingskader waar het gaat om politieke motieven, zij grijpen ook in omdat ze de uitkomst van een markt soms niet eerlijk vinden. De welvaart niet eerlijk wordt verdeeld. Of ze vinden dat burgers en bedrijven verkeerde beslissingen nemen, beslissingen die niet goed voor hen zijn. Het gaat dan dus om herverdeling en paternalisme. Ook wel bevoogding of wij weten wat goed voor u is beleid. Herverdeling en paternalisme kan je over het algemeen niet met economische argumenten onderbouwen. Bij schoolmelk zou de gedachte nog kunnen zijn dat kinderen uit armere milieus te weinig dierlijke eiwitten binnenkrijgen. Maar ja, dan zou er een analyse moeten zijn gemaakt waar dat uit blijkt en die heb ik niet kunnen vinden. Meer voor de hand ligt het, en dit heb ik wel kunnen vinden in stukken, dat de bedoeling van het schoolmelkprogramma van de Europese Unie is om een herverdeling van belastingbetalers en ouders enerzijds naar boeren en melkproducenten anderzijds tot stand te brengen, omdat het ook een handige manier is om melkplassen, we hebben het ook toen over 1977, toen het programma werd overgenomen door de Europese Unie, nog volop bestonden. Wat belangrijk is om te beseffen dat niet alleen de markt kan falen, ook de
de overheid kan falen. En daarmee zijn we in het derde blokje, het laatste blokje van het denkkader van de beleidseconoom van mij aangeland. Een voorbeeld van dat overheidsfalen, hier in dit blokje, is de arbeidsmarkt. De overheid heeft op de arbeidsmarkt een bodem in de loonvorming gelegd door een wettelijk minimumloon in te stellen. Dat is een herverdelingsargument en niet het oplossen van een marktfalen. Door dat minimumloon in te stellen is er aan de onderkant van de arbeidsmarkt minder vraag naar arbeid, omdat die kunstmatig duur is. Tegelijkertijd zijn er mensen die wel voor minder dan het minimumloon willen werken. Daardoor is er aan de onderkant van de arbeidsmarkt als gevolg van de instelling van het minimumloon werkloosheid. En gaat de overheid die werkloosheid vervolgens aanpakken. Dat noemen we gestapeld beleid. En het is een vorm van overheidsfalen. Een vorm van beleid gericht niet op de correctie van een marktfalen, niet op het voor elkaar krijgen van herverdeling en niet op bevoogding of paternalisme, maar op het tegengaan van averechtse effecten van ander overheidsbeleid, dus van het wettelijk minimumloon. Dat noemen we zoals gezegd maar overheidsfalen. Laatste blokje. Net zoals bij marktfalen zijn er ook van overheidsfalen heel veel verschillende vormen. Ik noem er hier maar drie. De eerste is de gevoeligheid voor lobby's. De overheid dient dan geen publiek belang, maar een privaat belang van de lobbyclub. Bijvoorbeeld een tabakslobby of een wapenlobby. En een ander overheidsfalen is dat overheidsbeleid over de tijd niet consistent is. Bijvoorbeeld omdat er allerlei verkiezingen zijn, waardoor de politieke kleur van het kabinet kan wijzigen en ook het beleid. Maar die onzekerheid is funest, bijvoorbeeld voor investeringen in duurzaamheid. Een derde vorm van overheidsfalen waar ik wat langer bij stil wil staan, zijn de verstorende effecten van belastingheffing. Al het overheidsingrijpen kost geld. En daarvoor hebben ze belasting nodig. Maar het uitgeven van 1 euro aan belastinggeld kost veel meer dan die 1 euro. En dat is niet omdat we de Belastingdienst moeten betalen. En het is ook niet omdat wij hier met z'n allen een formuliertje in moeten vullen, het belastingformulier. Het is omdat belastingheffing de werking van de economie afremt. Belastingheffing kan heel veel op heel veel verschillende manieren afremmen. Het kan ervoor zorgen dat we minder ons best doen. En om dat te laten zien, wilde ik een filmpje laten zien over een experiment dat ik op een middelbare school in Amsterdam deed om het prijsmechanisme uit te leggen. In het experiment handelden kopers en verkopers met elkaar en al heel snel kwam er een evenwichtsprijs van 5,5 euro uit. En toen deden we daarna het experiment nog een keer, waarbij we een belasting van 2 euro op de verkoopprijs instelden. Alle verkopers moesten ineens hun prijs verhogen met 2 euro. Dus als er op een kaart een 6 stond, moesten ze nu ineens 8 vragen. Nee. Ja? Iemand 6? 6? 6? Mag ik 6? 6,5, kom maar. 6,5. 6,5. Iemand 6? Gewoon 10. 7? Nee, ik kan het 7 niet meer. Dan ben ik een beter iets kopen of niet? Beter niets dan niets. Maar je hebt geen verlies, dan zou je niet voor 7. Nee, je moet zeker voor 6 kopen. Geen 7. Wat? 4? Ja, is goed. Is goed. 4. Ja, is goed. 4. Als je wint, dan wil ik wel genoeg voor je. 1. 2. 4. Ja. Zo gierig. Nee, maar ik hoef toch niet, ik kan toch niet winnen. Ja? Dus ja. Ik win. Hebben jullie een deal? Ja, je moet wel dealen. Oh ja, wel genoeg. Wat is het geworden, jongen? 4. Nou, u zag al, er waren een paar leerlingen die er iets moois van wilden maken. En dat ziet u hier. Hier werd gefraudeerd, kartel gesloten. Dus deze laten we buiten beschouwing. Maar wat u, wat u wel ziet hier, is dat ten opzichte van een experiment waarin geen belastingen worden geheven, er veel minder deals worden gesloten. Waren er 5 tot 6 deals als er geen belasting wordt geheven, dan zijn er dat nu nog maar 4. En vervolgens zie je dat de prijs niet zo'n beetje 5,5 euro is, maar veel hoger. Dit was de situatie zonder belastingheffen. En met belastingheffen gaat die aanbodcurve met 2 omhoog, omdat ze hun prijs moesten verhogen met 2.
En wat zie je? Nu ligt het evenwicht niet meer hier. Er wordt minder gehandeld tegen een hogere prijs. Dat is dus het effect van belastingheffing. Ook andere vormen van belastingheffing zorgen voor een rem op het economisch systeem. Neem de inkomstenbelasting. In Nederland is het toptarief 52%. De keuze van het toptarief is natuurlijk primair een politieke keuze. Maar economen kunnen er wel nuttige informatie bij inbrengen. En zo heeft Nobelprijswinnaar James Mirrlees ontdekt dat er een optimaal tarief is voor de belasting op inkomen, op arbeidsinkomen. Als de overheid boven dat tarief gaat zitten, kan zij door een belastingverhoging niet meer opbrengst voor de schatkist krijgen, maar juist minder. Want wat gebeurt er als het toptarief te hoog is? Dan worden mensen ontmoedigd om meer uur te werken, om te investeren in scholing en om te investeren in hun loopbaan. Er ontstaat een prikkel om meer te gaan sparen, bijvoorbeeld voor pensioen, omdat je op pensioeninkomsten minder belasting hoeft te betalen. Er ontstaat een prikkel om belasting te ontduiken of te ontwijken door bijvoorbeeld een BV op te richten, om daar je inkomsten binnen te laten komen. En er ontstaat een prikkel om te verhuizen naar een ander land met lagere belastingtarieven. Nu denkt u, wat is dat nou weer voor rare optie? Maar in Frankrijk gebeurt het. De bekende filmster Gérard Depardieu, die nadat Hollande, president Hollande, de inkomens boven een miljoen met 75% belastte, is maar mooi verhuisd. En het Franse voetbal vreest dat de belangrijke veelbetaalde vedettes zullen verdwijnen. Zlatan Ibrahimovic verdient 15 miljoen euro bruto. Dat gaat hem een slok op een borrel schelen als hij 75% boven het miljoen moet betalen. Het leuke is dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat toptarief heel belangrijk is voor voetballers. Het bepaalt waar ze voetballen. Er is een onderzoek gedaan, 14 landen, tussen 1996 en 2008. En voetballers blijken dus heel makkelijk te verhuizen. Hier zie je het aandeel buitenlandse voetballers in een team. En hier zie je wat de belasting, het toptarief op de belastingen is. En je ziet dat naarmate het toptarief lager is, er meer buitenlanders in je competitie spelen. Nederland spant hier echt de kroon. Dat is omdat wij voor buitenlanders een best prettig belastingklimaat hebben. Andersom zien we dat het aandeel voetballers dat in het thuisland blijft voetballen, omdat daar een laag tarief is, hoger is als dat toptarief ook echt lager is. Hier zie je precies hetzelfde verband. En Nederlandse voetballers moeten in het eigen land gewoon wat meer belasting betalen. Tot slot blijkt dat die verhuizende voetballers resultaat sorteert. Want als we kijken naar het aantal punten dat zij in bijvoorbeeld de UEFA Cup en de Champions League halen, dan zie je dat in die landen waar het laagste toptarief is, het meeste aantal punten worden gehaald. Spanje, UK en Italië. De heren bij mij thuis, alle voetballers, die hebben moeite met dit soort onderzoek. Je gaat toch niet voetballen waar je het laagste tarief hebt? Je gaat toch voetballen waar je de beste sportieve prestatie kan neerzetten? Wel dus. En dat is de kracht van beleidseconomie. De feiten zijn vaak ontnuchterend, maar daarom niet minder waar. Voetballers, maar ook de rest van de wereld, van de mensheid, reageren op financiële prikkels. In het volgende college wil ik gaan kijken hoe politieke afwegingen uit het verleden ervoor hebben gezorgd dat onze woningmarkt nu op slot zit.